het leuke van het filmen van vogels en dieren is dat je niet altijd ver weg hoeft. Sterker nog, ik sta nu gewoon in mijn eigen achtertuin. En hier zo heb ik een installatie gebouwd. Heb ik wat gebouwd waarmee ik hoop dat ik mooie tuinvogels vast kan leggen. Ik heb namelijk hier zo een voederplankje gemaakt. Zaadjes, pindatjes erop. Ik heb hier zo voor het voederplankje een statief neergezet. Daar gaat zo meteen mijn camera op. En dan ga ik die met mijn telefoon als afstandsbediening ga ik die proberen te bedienen. Terwijl hopelijk hier zo de vogels lekker komen lunchen. Ik heb de gordijnen dicht gedaan, zodat het een beetje een schuilhut wordt, mijn woonkamer. En dan hopelijk mooie dingen kan filmen. Eerst nu nog eventjes de boel hier met rust laten. En dan gaan we zo meteen gaan we kijken of de vogels zich laten zien. Ik had de vogels even een tijdje in de gaten gehouden, maar het viel me op dat ze eigenlijk nauwelijks op een plankje sprongen. Ik denk dat het is omdat het te ver van de andere dekking is. Dus wat ik ga doen, is hem nu hier zo meer daar neerzetten. Zodat ze makkelijker vanuit de boompjes zo hoppatee op het plankje kunnen springen. En even de camera er goed bij zetten. Wat misschien nog even leuk is om te vermelden over mijn setup nu, is ik heb mijn Sony A7 IV er natuurlijk op zitten. Die heb ik zo geïnstalleerd dat hij precies op plankje kijkt. En daarop heb ik een 70 tot 180 mm lens zitten met een vaste diafragma. En daar krijg ik heel veel licht mee binnen. Ik heb hem nu op 100 mm ingesteld zodat hij een klein beetje zoomt en je toch nog goed kan zien. En dan zo meteen gaan we wachten op de vogels en kijken of ze zich laten zien. Dit is een roodborstje. Kan ik prachtig filmen. Zit daar zo lekker een beetje te snacken. Schitterend. En dat roodborstje dat landde net al in de struiken. Toen zag ik hem al zitten. En toen zat hij al een beetje zo van, kan ik eten? Ja, natuurlijk joh, kom maar. En dan afwachten, want die vinkjes en die groenlingen, die hangen hier ook al de hele tijd rond. En die zou ik heel leuk vinden als die nog even voor de camera verschijnen. Daarnet zaten er echt wel iets van 4 of 5 groenlingen op die voedertafel. Dus het is nu even een kwestie van geduld hebben. En hopen dat ik zo meteen nog wat gave vogels erbij krijg. Dan koolmees te horen net. Gechirp. Ik zet hem op opnemen, alleen dan landt hij net buiten de focus. En dan zit hij er wel even op. Maar dan pakt de camera pakt hem net niet helemaal lekker op. Dat is wel de uitdaging van natuurlijk van dit werk. Als je je camera op een statief hebt staan en via een afstandsbediening bedient, dan is het soms wat lastig om te focussen. Ik kan op zich wel touch focus doen, dus dat ik op mijn telefoon aangeef waar die moet focussen, maar omdat er wat vertraging in zit, heeft hij gewoon wat moeite om het op te pakken. Ik heb wel op mijn camera de bird's eye autofocus aanstaan, dus daarmee kan ik in ieder geval zorgen dat als er een vogel wat langer landt en hij kan het oog herkennen, dan pakt de focus dat automatisch op, dus dat is wel heel prettig. Maar zo'n koolmees heeft natuurlijk een donkere oogstreep met een donker oog erin, vindt hij wat lastiger. Bij het roodborstje ging het net perfect overigens. Dus en nu even afwachten of er misschien nog meer vogeltjes willen landen. Ja, wacht. Ik zie weer een koolmees. Er komt weer wat. En gemusje. Landen net. En je ziet heel mooi nu het verschil ook. Is dat de Bird's Eye Autofocus nu heel goed het oog van die hegemus oppakt. Omdat hij heel goed kan onderscheiden waar dat oog zit. Hegemus zit nu lekker een beetje
zaadjes bij elkaar te pikken. Ah, superleuk. Yes. Soort nummer 2. Groenling die landde even en was ook zo weer verdwenen. Toch te spannend. Misschien zou de camera even wat verder zetten, want ik heb nu niet de volledige lengte van mijn lens benut. En aangezien hij een vast diafragma heeft, maakt het voor de lichtinval en hoe goed hij kan focussen niet uit. Dus dat gaan we zo nog even doen. Ondertussen nog wel een pimpelmeisje die even landde wat de kade zocht en weer terugging. Dus dat soort nummer 3 en 4. Die heb ik alvast op beeld. Maar eventjes het plankje iets naar achter zetten, zodat ze misschien makkelijker vanuit het boompje zo op het plankje landen. En hopelijk dan nog een paar mooie vogelshots maken. Volgende poging. Boel iets verplaatst. Ik heb nu het plankje onder de voedersilo gezet, zodat alle vogels die daar landen hopelijk ook verleid worden om vervolgens op een voederplankje te komen zitten. Camera grotere afstand, zodat die ook minder intimiderend is. Zit al een mus op de silo? Nu wachten. Vergeet trouwens niet, volgend weekend nationale tuinvogeltelling. Dat is ook leuk. Even een uurtje zitten. Vogels kijken in je tuin, doorgeven aan de vogelbescherming wat je allemaal gezien hebt en op die manier help je mee om in kaart te brengen hoe het gaat met de Nederlandse tuinvogels. Zit hier hoor, groenling en een pimpelmees. Eindelijk een groenling die even wat langer blijft zitten. Dat is dus echt een kwestie van de camera wat verder wegzetten. Zo nice, zulke mooie vogels. Ja, die vind ik mooi. Heel mooi.
Oké, en die hadden we ook nog niet. Een dikke Turkse tortel die even hatsa zo alles van het voerplankje jaagt. Ja, die kan natuurlijk ook niet ontbreken in je tuin. Oh. En alles is weg. Zou er een roofvogeltje langsgekomen zijn? Ik weet het niet. Maar wel een mooi moment om de camera even binnen te gaan halen. Nou, dat heeft mooi gewerkt zo, hè? Camera op het statief en lekker tuinvogels filmen. En dat bewijst me weer, je hoeft niet ver van huis om ook mooie vogels te zien. Dus wat dat betreft zeker een keer de moeite waard om ook te proberen. Ik hoop natuurlijk dat jij ook genoten hebt van de vogels in de tuin. En als je het een vette video vond, doe even een duimpje omhoog en een reactie. Dat wordt ook gewaardeerd. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet dat dan ook zeker niet te doen. Want dan zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!